Midas. Eens in de zoveel tijd ging Dionysos, de god van de wijn en vrolijkheid, met zijn volgelingen op reis. De oudste van hen was Salenos, een dikke, kale satyr met een aardbeienneus. In zijn betere jaren was hij de leermeester van Dionysos, maar nu was hij meestal dronken. En moest vaak door andere satiërs ondersteund of op een ezel rondgereden worden. Maar ook was bekend dat hij speciale kennis bezat en in benevelde toestand voorspellingen deed. Ditmaal trok het gezelschap door Frigië en met name de rijke wijnstreek van de Anatolische Hoogvlakte. Hier stond het kasteel van de immens rijke koning Midas waarvan het gerucht ging dat hij zo bezeten was van geld, dat hij elke dag zijn gouden munten telde. Het was al donker toen de groep dit kasteel passeerde. Silenos, nu meer dronken dan anders, kon de groep niet bijhouden, verdwaalde, wachtte nog wat door de rozentuin van het kasteel, maar viel uiteindelijk naast een waterput in slaap. De volgende dag werd de oude, doch wijze Sater door bedienden gevonden. Deze brachten hem naar het paleis, waar hij door koning Midas herkend werd. De oude mentor werd opgefrist en kreeg sinds lange tijd fatsoenlijk te eten. Silenos toonde zijn dankbaarheid door de koning te plezieren met prachtige verhalen. Ook in de filosofie konden de twee het goed met elkaar vinden. Zo kwamen ze tot de sombere conclusie dat het het beste voor de mens was om nooit geboren te worden. En eenmaal geboren, dat het het beste was om zo snel mogelijk te sterven. De koning was zeer geamuseerd en stelde alles in het werk om hem aan het hof te houden. Maar toch nam Salenos na tien dagen beleefd afscheid en liet de gastia hem terugbrengen naar de groep volgelingen van Dionysos. Even later verscheen deze God in de hoftuin voor de koning om hem te bedanken voor het verzorgen van zijn oude leermeester en peetvader. Tot beloning sta ik u één wens toe. Zeg wat gij begeert en uw wens zal in vervulling gaan. De koning, die zo graag andere vorsten in rijkdom wilde overtreffen, hoefde niet lang na te denken. Laat alles wat ik aanraak in goud veranderen. De god van de wijn vroeg of dit wel een verstandige keuze was, maar de hebzuchtige koning bleef bij zijn verzoek. Met een goddelijk gebaar keurde Dionysos zijn wens goed. Opgewonden liep de koning naar een eik en brak een takje af. Het takje veranderde meteen in goud. Ook een steen die hij opraapte veranderde in dit edelmetaal, en de appel die hij plukte. Werd een gouden appel, alsof deze zojuist in de tuin de Hesperinen geplukt was. Als een kind zo blij ging de koning naar binnen. De knop van de deur van de eetzaal veranderde in goud. De stoel waarop hij ging zitten ook. Uitzinnig van vreugde liet hij een feestmaal komen, want dit mocht gevierd worden. Maar toen kwam de ommekeer. Het brood dat hij brak, veranderde in twee stukken goud. Hij wilde proeven van een mal stuk vlees, maar beet op een hard stuk metaal. Zelfs de wijn die hij wilde drinken, veranderde in vloeibaar goud. Midas voelde zich ongemakkelijk worden. Hij kon hooguit ruiken aan het geurige vlees en de aromatische wijn. Zijn honger en dorst zou nooit gestild en gelest kunnen worden. Zijn dochter Zoe kwam de eetzaal binnen en voordat hij wist wat hij kon veroorzaken, had hij zijn dochter al liefdevol omhelst. Deze veranderde ogenblikkelijk in een gouden standbeeld. Te laat besefte hij hoe rampzalig zijn wens geweest was. In paniek smeekte hij Dionysos om deze dwaasheid ongedaan te maken. De God van de wijn was mild en sprak genadig. Ga naar de rivier die aan de grens van Lydia stroomt. Ga op zoek naar de oorsprong van deze en steek uw hand in de bron. Neem daarna een bad in haar water en spoel uw hebzuchtige ongeluk van u af. Uiteraard nam de koning deze goddelijke genade snel ten harte. Op het moment dat hij zijn hand in het water stak, voelde hij dat de noodlottige wens ongedaan werd gemaakt. En zag hij de zandkorrels op de bodem in goud veranderen. Door zich geheel te baden in deze rivier wist hij zich bevrijd van zijn dwaasheid. Sindsdien staat de bodem van deze rivier, de Pactolus, te boek als lucratief voor goudzoekers. Ook het land aan de westgrens, Lydië, waar de rivier naartoe stroomt, zou een groot deel van haar rijkdom hieraan te danken hebben gehad. Genezen van zijn hebzucht keerde de koning der Phrygiërs af van alles wat met rijkdom te maken had. Na zijn dochter, nu weer van vlees en bloed, zonder kwalijke gevolgen te hebben omhelst, nam hij afscheid van het hof en ging in eenzaamheid wonen in het woud, en veerde alleen nog maar Pan, de bosgod met de bokkenpoten. Midas was vaak te vinden in de grotten waar Pan op zijn siering speelde. Pan had de plezier in om eenvoudige deuntjes op zijn herdersfluit te spelen. Omdat velen het mooi vonden klinken, begon hij op te scheppen dat hij een betere muzikus was dan Apollon. Hij daagde die zelfs uit tot een wedstrijd waarbij de berggod Tmolos een oordeel moest geven. Tmolos verkleedde zich als rechter een krans van eikenloof op zijn haar en trosjes eikels hangend langs zijn gezicht en luisterden naar de muziek. Pan begon en iedereen was gecharmeerd van zijn vrolijke fluitstukjes. Daarna pakte Apollon zijn lier van Ivor en stapte naar voren. Alleen al met zijn fiere, atletische houding had hij kunnen winnen. Lauwe krans op het hoofd en een prachtige purperen mantel rijkend tot aan de grond. Hij speelde tonen die wiegden als golven op de zachte bries, vloeiend en verrukkelijk. Tmolos had geen moeite met het oordeel en wees Apollon aan als winnaar. Midas protesteerde en zei dat hij pan beter vond. Dat kun je onmogelijk gehoord hebben. Zei Tmolos, waarop Midas verontwaardigd antwoordde dat er niets aan zijn gehoor mankeerde. Op dat moment kon Apollon zijn boosheid niet meer beheersen en zei: Als je ze op deze manier gebruikt, ben je het niet waard de oren van een mens te hebben. Hij pakte de oren van Midas beet en rekte deze uit tot boven zijn hoofd, en zei erbij dat hij nu echt op de ezel lijkt die hij is. Midas schaamde zich voor zijn nieuwe oren en probeerde ze te verbergen onder een tulband. Na een tijdje ontdekte zijn kapper het beschamende geheim. De kapper durfde niemand iets te vertellen van deze misvorming, maar was ook niet in staat het helemaal voor zichzelf te houden. Zo liep hij s'nachts het platteland in, groef een gat en vertrouwde zijn geheim fluisterend aan de aarde toe. Dit gaf hem opluchting en snel gooide hij het gat met aarde dicht. Maar elk geheim wil uiteindelijk openbaar worden. Waar de kapper het gat had gegraven, groeide een bos riet. En als de wind daardoorheen blies, ruisde het en leek het te roepen Koning Midas heeft ezelsoren, Koning Midas heeft ezelsoren. Toen deze ontdekte dat iedereen van zijn geheim afwist, stierf hij van schaamte. Lange tijd werd gedacht dat hij begraven lag in de grafheuvel van Gordion. Maar na recentelijk archeologisch onderzoek lijkt het erop dat niet hij, maar zijn vader, tevens naamgever van de stad, Gordios, er begraven ligt. Ondanks zijn domheid. Heeft de legendarische koning iets belangrijks achtergelaten? Hij beval, nadat de toenmalige hoofdstad Gordion deels door een aardbeving was verwoest, dat Angora de nieuwe hoofdstad moest zijn. Deze oude stad had al rijkdom verworven in de nu nog beroemde Angora-wol van konijnen en geiten. Door de eeuwen heen veranderde de naam van Angora naar Anghora. Naar Ankira en staat nu nog bekend als Ankara, de hoofdstad van Turkije.